recentelijk, dus tot nu toe ging al het rapporteren hierover, maar recentelijk hebben we de tool verbeterd zodat je nu ook vanuit Excel terug naar Oracle kunt uploaden omdat uh, de feedback van onze klanten was dat WebAD niet zo uh, gebruiksvriendelijk is en ook niet erg snel en om die reden hebben we een, een upload functie geïntegreerd. Dus we zijn net begonnen met het ontwikkelen van die uploads. Dus op dit moment hebben we er uh, slechts ongeveer 20, maar het aantal zal toenemen Heel binnenkort, dus laat me je een voorbeeld laten zien gebaseerd op het aanmaken van PO-aanvragen. Dus als gebruiker selecteer je een van deze uploads en dan kun je kiezen wat je wilt doen. Dus als je nieuwe aanvragen wilt aanmaken, kies je de creatiemodus en dan genereert de tool een lege Excel-file die je kunt vullen en vervolgens uploaden. Maar je kunt ook uh, de creëer- of update-modus kiezen en dan kun je bestaande aanvragen opvragen en aanpassen. Of ook nieuwe creëren. Dus laat me even aanvragen uit 2006 laden. En hier zie je weer de stadia in afwachting, lopend en een output. En zodra het verzoek is voltooid, zien we een outputbestand. In dit geval is het macro enabled en heeft het kleuraanpassingen zodat je bijvoorbeeld kunt zien welke kolommen je mag bijwerken. De grijze kolommen zijn alleen lezen en de gele kolommen zijn de verplichte kolommen. Dus als je nieuwe records aanmaakt, moet je de gele kolommen of waarden voor de verplichte gele kolommen invullen. Dus in dit geval mogen we het aanvraagnummer niet bijwerken voor bestaande aanvragen. Maar we mogen wel uh, de koptekstbeschrijving bijwerken. En ga zo maar door. Dus laat me in dit geval... Laat me de itemomschrijving uh, kopiëren en plakken en invoeren als de kopomschrijving als een test. Oké. Okay. Dus uh, we kunnen het zo kopiëren en plakken. En dan begrijpt een tool... Welke records zijn gewijzigd en zal deze uploads verwerken? We kunnen ook nieuwe records maken. Laat me, om sneller te zijn, enkele van deze gele kolommen kopiëren. Oké, okay, dus we hebben twee nieuwe rijen. We konden ook handmatig creëren. Dus hier hebben we een lijst van waardevalidatie, heel vergelijkbaar met Oracle Forms. Dus bijvoorbeeld. We hebben een geldige inventarisorganisatie. En we leveren aan een locatie. Laten we zeggen dat de ene iris is en we een aanvrager nodig hebben. En laten we zeggen dat het een leverancier moet zijn. En dan hebben we een inventarisitem nodig. Laten we eens kijken wat we hebben. Bijvoorbeeld een heftruck accu, laten we eens kijken. En um, dat is een dure. Laten we zeggen dat we er maar één willen. We konden ook de prijs wijzigen. Dit is standaard. Laten we zeggen uur 1100 euro en 80 cent. En we wilden het al op 1 januari 2023. Oké, okay, dus nu hebben we enkele updates en we hebben nieuwe records. En als gebruiker zou je dan het bestand opslaan. En je zou het volledige bestand uploaden. Vanuit de map downloads. En daarom is deze tool veel, veel sneller dan WebAD en andere tools op de markt, omdat we de hele dataset in bulk op een server verwerken. Dus bijvoorbeeld, je zou het zelfs kunnen gebruiken om honderdduizenden inventarisitems bij te werken en het zou nog steeds werken. En dan uh, de gegevens in bulk verwerken op een server. In dit geval is helaas alles in fout geëindigd. De behoeftedatum moet groter zijn dan vandaag, en hier is de kostenrekening ongeldig. En hier is de revisie ongeldig. Maar we kunnen nu in het uitvoerbestand dat deze fouten toont, de gegevens corrigeren. Bijvoorbeeld hier de behoeftedatum. We kunnen zeggen dat dit moet zijn. Laten we zeggen 30 oktober 23. En dan hopen we dat we deze records kunnen verwerken. Oké. Okay. De andere kunnen we ook bekijken. Het rekeningnummer is ongeldig. Wat kunnen we doen? We zouden waarschijnlijk de rekeninginformatie van vorige rijen kunnen kopiëren en plakken en hopen dat dit het probleem oplost. Oké, okay, laten we het proberen. Nu probeer ik deze records opnieuw te verwerken. Laten we het bestand kiezen en uploaden. Nu is het bezig. En nadat dat is voltooid, zouden we het resultaat opnieuw zien. Oké, okay, ziet er beter uit. We hadden dus een beetje succes. De laatste is nog steeds. De revisie is nog steeds ongeldig voor dit item omdat ik het niet heb veranderd. Maar we hebben de updates verwerkt en we hebben ook nieuwe aanvragen aangemaakt. Dus hier zie je deze twee. We zouden nu deze nieuw aangemaakte aanvragen in Oracle vinden. En ja, dat is voornamelijk de functionaliteit van de nieuwe upload. Er is natuurlijk veel meer te laten zien over deze tool. Het heeft geautomatiseerde importopties van verschillende andere tools, van je uitgever, van Enterprise Command Centers en vooral van Discoverer. We hebben Discoverer migratie redelijk geautomatiseerd, zodat je de tool kunt gebruiken om snel al je Discoverer werkboeken in de tool te migreren. Als je meer wilt zien, neem dan contact met ons op. En we kunnen een gepersonaliseerde demo regelen. Dank je.